Welkom bij de uitgaanstips van Harms Bodem. Dit zijn de tips van donderdag 3 tot en met zondag 6 mei. De Daily Indie Presents Jacuzzi Boys. De sound van dit uit Miami afkomstige trio doet denken aan garage rock uit de jaren 60. De heren staan bekend om hun strakke, energieke liveshows waarbij het publiek door flinke geluidsgolven mee wordt gezogen naar de zonnige stranden van Florida. Deze donderdag de Daily Indie Presents Jacuzzi Boys vanaf 8 uur in het patronaat. Op de avond van de nationale herdodeherdenking op 4 mei zetten theatermakers in heel Nederland zich in om deze dag een nog specialere betekenis te geven. Tijdens de 9e editie van Theater naar de Dam spelen gelijktijdig meer dan 80 voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. In Haarlem is dat het toneelstuk De Tweede Wereldoorlog eindigt van schrijver Arnold Grunberg. Een tragicomedie over een holocaust-overlevende in het MeToo-tijdperk. Deze vrijdag 4 mei vanaf 9 uur te zien in de toneelschuur. Deze zaterdag is het natuurlijk 5 mei en dat betekent dat je lekker kunt gaan genieten van Bevrijdingspop. Van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds is het terrein geopend en daarom wensen we je heel veel plezier bij Nemesis, The Irrational Library Band, Direct, My Baby, Jacqueline Govaart, Nick R6, Triggerfinger, Alain Clark, Trolls, Big 2, Joanna McCoy, Jack and the Weatherman, Tony Clifton, Michael Prince, Alvin Green, Will Knox, Low Eric Sound System, E.T. Explorer, Bad Juice, Pantra en nog heel veel meer. Emmy wil alleen spelen, maar dan sluipen Pepijn en Maarten haar kamer binnen en ze spelen samen de Zuleika. In dit concert gaat alles net even anders dan verwacht. Komische scènes, pijnlijke situaties, onverwachte goocheltrucs en de mooiste muziek die voor het piano trio is gemaakt. Van Mozart tot Piazzolla, van Chaplin tot Ravel. Cellist Pepijn blijkt een goochelaar te zijn en de balletjes vliegen hen om de oren. En als de viool en de cello verliefd naar elkaar lonken, wordt de pianist jaloers. Deze zondag de Zuleika's en het mysterie van de gevoelige snaar vanaf 2:30 in de Philharmonie. Dit waren de tips voor deze week. Voor meer tips en achtergrondinformatie ga naar haarlemsbodem.nl/uitgaansagenda. Lekker weekend!